dat het in deze barre tijden van crisis verdomd lastig is om aan werk te komen, dat weten we allemaal wel. Maar sommige mensen, die verdienen gewoon een baan. Maakt u kennis met Roelof Wonnink, hobbyboer uit Geesteren, die al een jaar thuis zit en na dik 100 sollicitatiebrieven schrijven, eindelijk besloot de hulp in te schakelen van Geen Stijl Sollicitatie TV. Roelof, we zitten hier weer op je prachtige boerderij. En we hebben gehoord, je bent al een jaar werkloos. Ja, dat klopt. Hoe komt dat? Waar is failliet gegaan. Het woonbedrijf is failliet gegaan. Ja, door de economische reden. Wat voor werk heb je precies gedaan? Ik heb eigenlijk van alles gedaan. Ik heb van beroep of van scholing machinebank werken. En ik ben 3 jaar lang onderhoudsmonteur geweest bij Coveco. Metaaldraaierij, kleinmetaal of fijnmetaal. Dus trapassen maken, branders maken voor gijzers. Toen ben ik naar het straatmakerbedrijf Willemsen gegaan als straatmaker. Nou, toen heb ik de laatste 5 jaar onderhoud van elektrisch gereedschap. Van boommachines, handcirkels en keuren van de gereedschap 1 keer per jaar. Ik ben nog van de school geweest, ik heb nog papieren van. Dus. Ik kan mij beter vragen, wat kan je niet? Ja. U bent vrij handig. Ja, handig, ja, redelijk. Kom mensen en luister en hou nu je bek. Het water dat komt jullie al tot je nek. En geef toe dat je nat bent doorweekt tot je hemd. Probeer het maar niet te vermijden. En wie niet wil verzuipen is wijs als hij zwemt. Want er komen andere tijden. Hé, hey, dat is een echte lakenvelder. Dat is echte lakenvelder. Die herken jij duizenden. Gisteren had je nog 2 koeien. Ja, gisteren had ik er nog 2. Wat is er met die ene gebeurd? Nou, die is toevallig bij de slager terechtgekomen. Oké. En die hebben we nu in de diepvries. Die zit nu in de diepvries, ja. Die heb je laten slachten? Laten slachten voor eigen consumptie. Is misschien een idee voor degene die jou aan een baan helpt, dat hij een kilootje van jouw vlees krijgt? Dat is mogelijk. Ja? Ja. Hebben we dat bij deze geregeld? Gratis was een boerenjongen van het platteland. Hij had een boerderijen en ook een platteland. Jongens, nokken nou. Geen knullige muziek hieronder, dit is een serieuze tv. Proberen deze man aan de baan te helpen, ja? A working class hero is something to be. Jouw ideale baan is dus magazijnmedewerker in een bedrijf wat in de bouw werkt? Magazijnmedewerker in woonmateriaal, dat zou het beste passen. Waarom zou iemand jou moeten aannemen? Ik ben een teamplayer, hands-on mentaliteit, helikopterview, geen 9-5 mentaliteit. 1800 euro netto voor 32 uur, dat is over te praten. Maar hij die straks wint is wie gisteren verloor, want er komen andere tijden. Wat heb jij allemaal gedaan het afgelopen jaar om aan werk te komen? Ja, vreselijk veel gesolliciteerd, over en naartoe geweest. Hoeveel sollicitatiebrieven heb je al geschreven het afgelopen jaar? Ja, in totaal denk ik alles met elkaar een goede 100. Dat zat hem gewoon. Hoe vaak ben je uitgenodigd op gesprek naar aanleiding van die brieven? Een stuk of 3 keer, sowieso 3 keer. Heb je wel eens gehoord van LinkedIn? Wel eens van gehoord. Zou je daar toch niet stiekem op moeten? Misschien wel. Zullen we het gewoon eens proberen? Dan zullen we eens kijken. Oké. Wat was je e-mailadres? We gaan hem even basic invullen nu, vrij simpel. Je zit op LinkedIn, Roelof. Dat is mooi. Roelof, nogmaals, dankjewel voor je gastvrijheid. En ik wens je heel veel succes met het zoeken van een baan. We helpen er graag bij. Nou, dank u. Ik dank jullie met alle moeite wat we gedaan hebben. Dus ja, we hopen het beste er maar van. We deden het graag. Nou, fijn. Lieve kijkers, wilt u een kilo vlees winnen van een echte Lakervelder koe van Roelof? Zorg dat deze man aan de baan komt en vergeet hem ook niet even te connecten op LinkedIn.